High five, mam. Goed gedaan, hè? Goed gewerkt. Zeker. In mijn serie Hashtag Adulting neem ik jullie mee in het volwassen worden en uit huis gaan. Het is woensdag. Ik voel alsof ik net uit bed ben. Dat zijn we ook wel een beetje. Ik ben al 2 uur wakker, maar... Oh. Even kijken, dan ben ik geen make-uploos. Ik ook, maar omdat ik niet lekker bruin ben, vind ik dat al steeds... Snap je? Nou ja, in ieder geval. Dat ziet er steeds goed uit. Ja. We gaan nu het busje ophalen en ik zal zo even laten zien wat we allemaal moeten verplaatsen. Het is best wel wat. We hebben dozen, we hebben 3 IKEA-kasten, we hebben al een Nespresso-apparaat, we hebben mijn bed, matras. Zijn ze cool. Dus redelijk wat al. Stoel wil ze niet. Stoel past niet. Ook nog even een ritje naar IKEA, maar dat komt later de dag wel. Gaan we nog een kleed halen. Dat moet ik niet vergeten. Nee. Al een mooi kleed. De vloer in het kamertje is geel, maar het is niet lelijk geel. Maar het is ook niet de allermooiste geel. Maar het is gewoon wel prima voor nu. Dus we hebben besloten om eventjes een mooi kleed te halen. Heb je je boekje ook bij voor de maten? Ja, die heb ik. Ik heb een aantekenboekje met alle dingen. Moet ik ze ook even opschrijven. Ja, dus dat gaan we doen. En we moeten de koelkast halen, dat vergeet ik ook de hele tijd. De koelkast gaan we halen. En dan voor de rest even kijken hoe het loopt. Dus jullie gaan dat allemaal meemaken vandaag. Zie je zo meteen het busje. Nou, terug naar huis. En dan gaan we beginnen. Ik heb gewoon nog nooit in zo'n busje gezeten. Ik weet het. Nadat we een uur hadden gedaan over het busje vullen, gingen we onderweg naar mijn nieuwe huisje om daar natuurlijk alles weer in te verplaatsen en te sjouwen en meer sjouwen en nog meer sjouwen. Nou, er begint al wat iets op iets te lijken. Het bed gaat daar staan. Deze moet ik nog even ontdekken. Hierboven wil ik mijn Nespresso koffiehoekje. Maar ik denk dat dat hier komt. Ik moet nog bedenken waar mijn kledingkast komt. Dit zijn alle spullen. Het neemt gewoon echt heel weinig van de ruimte in. Echt bizar. En dan komt hier nog zo'n IKEA-kastje naast. En dan wil ik hier iets van filmhoek en bureauhoek, edithoek en filmkijkhoek. High five, mam. Goed gedaan, hè? Goed gewerkt. Zeker. Oké, de tweede ronde is gereed. Dit is met wat verzorgingsproducten, veel dvd's en mijn koffie is binnen. Dit is nog zo'n IKEA-kast, dus die is voor mij. En dit wordt weggegooid, als in dus ons oud bed en mama wil dat weg hebben. Dat is mijn nieuwe matras. Het einddoel is leuk, maar verhuizen is niks voor mij. I'm so triggered. Maar bijna klaar. Tenminste, de zware dingen zijn bijna klaar. En dan gaan we naar de IKEA. Gaan we eerst even uitrusten en eten, bijtanken. En dan gaan we meer IKEA-spullen halen. Oh my god. En voor de rest gaat het helemaal goed. Ik ga een samenwerking doen met Paco Rabanne. How exciting. Kijk, hij is binnen. Wat is binnen? Oh, oh pretty. Nou, ik vind dit wel toepasselijk dan voor Lady Empire, the Queen. Ja, het is misschien een beetje too much, maar ik bedoel, het past wel. Yay! Nou, ik liet er net een vallen. Heb ook weer meegemaakt? Ja, maar we kregen weer gelukkig. Ik zat dus te denken aan zoiets. Als een tafeltje. Ja, ik weet niet zeker of... Het lijkt me dat je ze ook wel apart zou moeten kunnen halen. Maar ja, moet even kijken. Hij is wel mooi. Het is 60 euro. Is ook niet bizar duur. Ik
kleedjes zijn gewoon duur of zo blijkbaar. Deze is ook 130 al, man. Oh, looking great. Oké, we moeten dus matchen. Oh, dat is mooi, ja. Matchen. Of deze, wacht, past. Op zich, maar kijk, maar het is wel op zich. Zo wel, ja. En dit kussen dan? Dat is ook wel leuk, maar dan moet hij wel perfect matchen met de vloer, denk ik. Oké, we gaan het even testen. Ik weet niet of dit acceptabel is. Toch is het wel leuk, hoor. Maar het is wel een leuke kleurtint bij elkaar, ja. Want er zit van alles in. Blauw, er zit ook een beetje geel in, zie. En die is 500 euro. Ik vind het wel leuk, hoor. Kijk, het is niet een perfecte match, maar het kan wel. Kan zeker wel. Zijn twee kussens dan fijn, denk je? Ik zal twee doen. Ja, of drie. Ze gaat nu een kast ontwerpen. Hebben we al een keer gedaan. Maar goed, we gaan het weer doen. Is het te hoog voor mij om te... 2 meter. Nee, toch? Je bent 1,80. Dan kom je kan ook nu zelfs erbovenop komen. Maar dan kan je mooie koffertjes erop leggen. Maar wat jongens, altijd sjouwen en sjouwen. Auw, oh, dit doe je goed. Auw. Ik haat dit. Ik weet het niet meer. Moet ik helpen? Als je wil helpen? Ja, tuurlijk. Super gaaf. Oh my god, oké. We zouden dus eigenlijk een kleed halen en de koelkast en misschien een paar andere prullen. En ik zou zaterdag met mijn vader terugkomen naar de IKEA om een bank te halen en een kledingkast. Nu hebben we een heel busje gehuurd, dus dachten we eigenlijk van ja, shit. De bankstellen waren er ook nog maar 2 van, dus we dachten, oh ja, misschien is het maar gewoon beter om meteen alles te halen. Dus we hebben een bank en ik wilde het gewoon pinnen, ik had het geld. Alleen mijn pinpas zei limiet, dus dat lukte niet. Dus dat was een beetje een dilemma. Toen lukte het bij mama wel, gelukkig. Dus nu is alles betaald. Nu hebben we een koelkast. Nu hebben we een bank. Nog een andere IKEA vakjeskast die ik erin moet, die we nog moeten verplaatsen. En papa komt langs met zijn bureau. Of mijn bureau. Het was een hele lange dag. Maar dan staat er meteen ook wel echt alles gewoon alvast erin. En dan kunnen we zaterdag lekker dingen in elkaar gaan zetten. Wat ik verschrikkelijk vind. Dus het wordt echt heel naar. Oké, dus we gaan nu even in de car doen. En dan zijn we bijna klaar. We zijn nog vlak achter. Ik haat het leven vandaag. Lukt dat in je eentje? Oh, Jezus Christus. En dan pas precies nog mijn DVD-kast. Jongens, alles behalve de Pepsi. Nou, wij gaan even lekker naar ons huisje rijden. Dat is papa volgens mij. Nou, wat een timing. Is pauze. Het laatste. Oh, voor koffie. Ja. Het laatste. Yes. Yes. Ik doe niks, maar ik heb wel veel gedaan. Een beetje leuk, hè? Oh, ze hebben bingo. Bingo! De kennisquiz. Nou. Alles staat er. Heb je al gekeken of die kussensloofjes passen bij je vloer? Nee. Nou. Nah. Ja, kijk dan nog. Kijk erop. Is het leuk? Zo. Ik zag die vloer. Het is niet 100%, maar het is redelijk. Ik zeg, nee, die vloer is helemaal niet zo gek. Maar dan blijft ze volgens mij een beetje staan. Zo. Ja. Kopje, maar en het is toch leuk? Dat bankje en dan die kussentjes erin. En dan een beetje, toch is het wel weer leuk, een beetje rempleet. Maar goed, dan is het wat rustig. Ik vind het helemaal leuk. Ik ook. Hier, oh, een bankje. En het hout vind ik ook wel leuk dan, in breekt het een beetje. Ja. Als je hier je bed hebt. Ja. Ik heb een eigen hoekje, ja. Een hoekie. Is fijn toch? En ik moet dus even ontdekken. Ik dacht hier dan de kledingkast dan toch wel. Ja. Nee, maar dan kan ik die pop daar niet zetten. Ik denk dat die pop daar heel mooi is. Ik dacht hier dan de bank. Kijk alleen maar Netflix, toch? Dan kijk je naar het. Ja, maar anders zit ik de hele dag achter hetzelfde scherm. Want ik edit daarop en dan ga ik daarop kijken. Dus daarom vind ik het fijn om te wisselen. Bank en dan kan ik daar tv'tje en een tafeltje, weet je wel. Een beetje een hoekje. Gezellig. Ja. Zeker. Ik heb voor jullie, had ik beloofd,
tasje gemaakt. Een boodschappentasje. Dan hoef je geen plastic. Met een zakje eraan. Heb mama ook zelf gebruikt. Dus dan moet je even kijken wie wilt welke. De inhoud. Het enige verschil aan de inhoud is een type vorkje. Ga je het nou helemaal eruit halen? Doe jij het er maar uit. Nee, dat hoeft er toch niet helemaal uit? Ja, dat is toch leuk? Ja, maar dan is het, moet je het allemaal er weer uitdragen. Oké. Het is hele fijne, ook milieuvriendelijke schoonmaakmiddel. Maar als nou leeg is, dan kun je ook van Frog, Vosch, zo'n schoonmaakmiddel kopen. En die doe je er gewoon in. En met water erbij. Ah, en dat doe ik nu ook. En dan slim. Only things modder, you know. Dit is live. Chili gehaald bij een Albert Heijn. Dat is echt lang niet. Ik dacht echt, oké, dat is alles behalve wat ik... Ik ging gisteren... ik zorg met de kippen. Ik heb eerst die bon helemaal uit zitten zoeken. Van, klopt dit wel? Pakken duur. Hoe duur was die dan? Oh, ja. Die zoek ik ook natuurlijk. Chili is kostbaar. Ja, maar dit is wel echt live. Waar haal je dit dan? Jumbo, blijkbaar. Oh ja, top. Dank je wel, mama. Dank je wel. Oh my god. Nou, oh heerlijk. Nieuwe huisgenoot. Nieuwe kamer. Eerste ritje naar een nieuwe plekje. En het regende zo hard. Lekker, lekker nat. Super lekker nat. Oké, het traagste aan deze hele week is dat ik gewoon echt zo vaak moet werken. Dat ik gewoon niet eens 2 dagen achter elkaar thuis ben of zo. Ik moet meteen om 1 uur werken. Het is hier nu 12 uur. Dus ik heb heel even. En dan moet ik erdoor. Ik moet mijn Nespresso betalen. Ik ben er dus nu achter gekomen. Mensen zeggen altijd van ja, Nespresso is ook heel duur. Weet je wel, de cups zijn heel duur. Maar ze zijn echt heel erg eco-friendly. En je hebt speciale recycletasjes voor de cupjes die je gebruikt. Dan kan je die dus weer meegeven aan bezorgers van Nespresso. En dan wordt het gerecycled. Je levert de volle recycle zak in bij een boutique, een DHL afhaalpunt of je pakketbezorger. En dan worden die cups dus weer herbruikt. Dus dat is echt super nice. Dus ik heb er alvast eentje gekregen. Je kan ze gratis ook toevoegen als je iets haalt op die site, zeg maar, van Nespresso. Dat is mooi. Nou, het is 9 uur en ik ben thuis van 8 uur werk. En ik ga nu mijn bed opmaken. Hallo. Het is vandaag zaterdag 9:10. Wel lekker geslapen. Ik ga eens even douchen. De douches die je hier dus hebt. Sowieso, ik zit via Gap. En zij hebben allemaal projecten van dit soort samenwoonplekken. En je deelt samen met één iemand een douche en een wc. Papa zegt nou 10:00. En ik oké. En goed geslapen. En zeg ik, kan ik nog eerder komen? Kebab. Deze hier. Zal ik eens kijken of je het apparaat weet, hè, schat? Ja, zal ik doen. Heel belangrijk. Jij kan moeten nog aan vast. Het staat ook in de beschrijving hoor. Bizar. Okay.
Ik had dat gedaan. Ondertussen was ik de stoel aan het afmaken, was papa en een vriend van hem mijn kledingkast in elkaar aan het zetten en hebben ze de bank in elkaar gezet. Dus lekker bezig. Wat gevoelig. Ah, mijn vinger, nee. Gods. Ja, wat heb ik hier donder gedaan met filmavondjes bij mijn dochter? Dus even de dochter, en dan ga ik naar jouw dochter. Dat is een mooie hoogte, ik heb helemaal niet. Ja, die andere, de verkoper wilde ons de 2,36 of 37, maar dit plafond is ook net 37 of 36 of zo. Wilde ons die heel graag aansmeren, maar ik vind het wel prima. Dus en ook of mijn koffers kunnen er ook bovenop liggen of iets anders. Ja. Sister en Mister are there. Ik vind het zo apart. Ik zit gewoon letterlijk in mijn eigen kamer. En het is best wel groot. Wat super chill is. En ik ben super arm. Dus ik hoop dat iemand mijn tikje terugbetaalt. Dan heb ik weer geld om te eten. Ik wil niet de eerste week meteen mijn pa of mijn ma gaan appen van... Hey. Ook was het niet nu raar, want ik heb natuurlijk ook gewoon dingen moeten uitgeven voor het uit huis gaan. Dus het is op zich... Ja, en ik heb vakantie gehad, dus ik zit gewoon een beetje aan het eind... Van mijn maand. Ik wil gewoon niet dat doen. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon van crackers en bolletjes leven, denk ik. Dankjewel allemaal voor het kijken van deze video. Ik sluit hem bij deze af. En vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie snel weer. Check it.